Ik heb zelf, zoals jullie weten, ook na 3 openhartoperaties een acute hartstilstand overleefd. Met bijna doodervaring half land bijgekomen. Dus wat dat betreft, lijfelijk weet ik wel hoe belangrijk het is voor mensen als ze inderdaad nog een kans krijgen en dus hun leven gered wordt door te reanimeren. Reanimatie, dat is het doel waar de opbrengst van de nieuwe editie van Nacht van het Hart naartoe zal gaan. Het evenement vond vorig jaar voor het eerst plaats. Zaterdag 17 juni zal er weer een wandeltocht door Maastricht heen trekken. Direct of indirect, helaas iedereen wel een keer te maken gaat krijgen met hart- of vaatziekte, welke aard ook. En we vinden dat we daar gewoon wat meer reuring, wat meer aandacht voor mogen geven. En dat evenement lijkt ons echt de mooiste gelegenheid om dus inderdaad even stil te staan. Niet letterlijk, maar wel even goed na te denken hoe belangrijk het is om hart- en vaatonderzoekfonds te steunen. En dan feestelijk het leven te vieren met een avond gezelligheid en mooie en lieve artiesten die ook allemaal belangloos hun bijdrage leveren aan dit evenement. En op de route zullen verschillende Maastrichtse bekendheden iets voordragen. Ja, wij gaan een hartelijk woordje met u spreken. En ik ga iets vertellen over het hart in relatie tot de carnaval in Maastricht. En waarom doet u dat? Als oud-prins, maar ook als president van de Maastrichtse carnaval. 4 sprekers, wat gaat u voordragen? Nou, ik beraad me nog of het een verhaal of een gedicht wordt. Vorig jaar heb ik de beelden op de markt met elkaar in discussies laten komen. Ik wil iets verwants doen. Ik word geacht vanuit mijn rol als stadsgids in deze stad iets met de historie te doen. Dus in die hoek ga ik mij bewegen. Ik heb een mooi verhaal over een hond. Omdat een Maastrichtenaar, als hij naar de slager gaat, meestal iets vraagt voor de hond. En dat is meestal hart. Ik ga het hebben over het hart van Servaas. En laat je verrassen, maar dat komt omdat ik de Heilandsvaart mee probeer te organiseren. En ik leg een relatie met de plek waar we op dat moment staan. We staan dan bij de Servaaskerk. En dan ga ik daarover hebben. En het gaat allemaal voor de nacht van het hart. Dus de hart zit allerlei verschillende gedaanten natuurlijk in de verhalen. En het wordt zonder meer leuk. Dus iedereen moet er gewoon bij zijn. De opbrengst was vorig jaar ruim €5.000. Zo'nzelfde bedrag zou wat betreft reanimatielessen veel teweeg kunnen brengen. Als het evenement weer zo'n bedrag zou opleveren, kunnen 500 middelbare scholieren en docenten hier reanimatieles van krijgen. Middelbare scholieren die pakken dat heel snel op en die houden dat ook vast, die vaardigheid. Dus dat gebeurt al, maar er blijft natuurlijk toch steeds geld nodig. Want er is een bus, er moeten materialen worden ervan gekocht. Je hebt van die reanimatiepoppen, die zijn vrij kostbaar. De studenten, hè, dat zijn allemaal studenten van de Universiteit Maastricht. Die krijgen ook een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Ze moeten ook wat reclame maken steeds. Om toch nieuwe instructeurs te vinden. Dus ja, er blijft gewoon steeds geld nodig. Dus dan is €5.000 echt een heel mooi bedrag om weer verder mee te kunnen.